huidige Deltadijk is een soort groene Berlijnse muur. Om die mensen eroverheen te krijgen, moet je ook wat te bieden hebben in dat buitendijkse gebied. En je hebt natuurlijk nu die wijdheid en de natuur, de rust. Maar het is ook interessant dat je daar gewoon een aantal plekken hebt waar je dus extensief kan recreëren. Hè? Dus heel kleinschalig. En dus is Atelier Friesland losgegaan op de Nederlandse waardkust. Maar in Duitsland als voorbeeld doet het ook in. Die ideeën binnen in een rapport zetten en dat is hoe het al langer onder blutsen partijen en oerheden. Hierin staat bijgelijks dat Lauwe Zege het centrum van de noordelijke waardkust weer de mat, met een speciaal museum en een UNESCO Vrouwt Erfgoed Besiekerscentrum. En dat dobben, lijkt hier in het noorden leeg, een hele andere functie krijgen matten. En wat wij toevoegen zijn dobbers waar je bijvoorbeeld kan zwemmen of waar een strandje in kan zijn, maar ook een plek waar je kan kamperen. En dat hebben we ook afgelopen nacht gedaan. En het is een geweldige ervaring om in dat buitendijksgebied te mogen slapen en te mogen bivakeren. Ja, om de seizoen wel eens een geasfalteerde route naar een dobbe wat ik als fietspad en met brommers en dat soort dingen broed worden kennen. Ja, dat spreekt mij als beheerder net zo. Hoor. Maar ja, echt low-profile kamperen bijvoorbeeld, ja, dat zou iets wijze, dat zou er bijvoorbeeld niet passen kennen. We moeten als natuurbeheerder zeker op zoek naar oren financiering misschien richting de toekomst. Er komen steeds meer bezuinigingen op uw oor. Dus ja, er zijn initiatieven die we zo aanbieden en daar kunnen we wel serieus naar zien van wat kunnen we wel en wat kunnen we net tasten in oorlogs met de oren belutsen partijen in het gebied. Het is net het eerste advies dat Atelier Friesland lanceert. Het is nog maar de vraag in hoeverre zulke ideeën reëel binnen en hoe vallen ervan ik echt uitvierd worden. Die adviezen zijn net bedoeld als dit is een plan uitwerkje. Die adviezen zijn bedoeld van hey, je bent ergens mee bezig, pak dat advies er even bij, doch even ideeën op. Zo broeken wij het ook. En zo geven we dit ook broeken. Dus zo worden die adviezen broekt en dan liegt het krijgt, al gebeurt er niks mee. Nee, omdat het net een plan is wat uitvierd worden mag, maar het is een inspiratiedocument.